Goedendag. Wij gaan het hebben over een heilige uit de 13e eeuw. En dat is de heilige Juliana van Montcornillon. Hoe weten wij over haar leven? Dat komt omdat er een priester kort na haar dood haar vita heeft geschreven. En wat is vita? Vita betekent leven in het Latijn. En hij heeft haar levensbeschrijving geschreven. Deze vita is later opgenomen in de Acta Sanctorum van de Bollandisten. En zo is deze tot op ons gekomen. Als bronnen heb ik daarvoor gebruikt dit boek, de heilige Juliana van Montcornillon, in de serie Heiligen van onze stam, door Koenen, een kanunnik uit Brugge. Hier heb ik ook de citaten uit. Dan een Frans talig boek, Histoire d'un glorieux passé, geschreven door Clotilde de Saint-Julien. En een samenvatting uit deze bundel met heiligenverhalen. Met de heiligen het jaar rond. Ten noorden van de weg van Luik naar Herve, ter hoogte van Fleron, ligt het dorpje Rétine. Daar woonden in de 12e eeuw Hendrik en Frescendis, een adellijk echtpaar. Ze hadden lange tijd geen kinderen, maar baden God om hun huwelijk ermee te zegenen. God verhoort hen en zij krijgen twee dochtertjes, Agnes en in 1192 Juliana. Als Juliana 5 jaar oud is, sterven beide ouders en de kinderen worden aan de zusters van de Montcornillon, dat betekent de Corneliusberg, bij Luik toevertrouwd. Zodat, zegt de Vita, tegelijkertijd de onschuld en het heil der kinderen verzekerd en de armoede van het gesticht door hun overvloed gelenigd werd. Op de berg Cornillon lag een klooster van de mannen en een lazarij, dat is een huis voor melaatsen. Lager gelegen was een afdeling voor de vrouwen. Juliana en haar zus Agnes groeien op in de hoeve, de Bovary, die dicht bij Cornillon ligt. Zij vinden er een aangenaam tehuis onder leiding van zuster Sapientia. Op de berg Cornillon gaan ze elke dag naar de heilige mis. Eens vraagt Juliana de zuster toestemming om de koeien die uit de wei terugkomen te mogen melken. Dat wordt toegestaan, maar soms wordt ze daarbij door een beest gestampt. Op een dag krijgt ze zo'n stamp dat haar zuster Agnes roept: "Daar ligt ge nu, al arme Juliana. Ik zie dat ge nog zult sterven op dat mest." Doch Juliana was meer bedroefd om de melk die door haar schuld verloren ging, dan om de stamp die ze ontvangen had. Zuster Sapientia verzorgt en leert de kinderen, onder andere Latijn. En Juliana vindt vroeg behagen in de boeken van de heilige Augustinus en vooral die van de heilige Bernardus, omdat, zegt de schrijver van haar vita, de schriften van de heilige Bernardus haar vurig schenen en zoeter dan honing. Daarom las en overwoog zij die met diepe godsvrucht en de heilige zelf
vereerde zij met een bijzondere liefde. Met hart en ziel gaf zij zich aan die godspraken over. Het laatste deel der sermoenen, uitgesproken over het Hooglied, heeft zij ijverig van buiten geleerd en in haar sterk geheugen bewaard. Als jonge dochter had zij gans haar hart aan Christus geschonken, als maagd aan de Heilige Maagd en aan de Zoon der Maagd. Als zuster Sapientia tot overste van de vrouwen gekozen wordt, gaat Juliana vrijwillig met haar mee om in de lazarij de melaatsen te verzorgen. Zij legt de gelofte van armoede af, krijgt een kleed en wil haar leven wijden aan Christus. De lazarij was toen nog geen klooster in eigenlijke zin. Juliana was diep beïnvloed door de kerkelijke feesten van het jaar. De woorden van de boodschap van de engel aan Maria, wees gegroet, vol van genade, had ze dikwijls in de mond en voegde er de woorden van onze lieve vrouw, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, bij, wat ze ook aan bezoekers en vriendinnen leerde. Zij vond grote geestelijke vreugde in het Magnificat, wat zij 9 maal op een dag bad. Door een innige vriendschap was zij verbonden met Eva van de Sint-Martinusberg te Luik. Eva had het verlangen opgevat om zich als recluse of kluizenares in een cel terug te trekken, maar zij wordt afgeschrikt door zo'n strenge levenswijze. Juliana moedigt haar aan en Eva gaat als recluse in een cel naast de kerk leven. Als Juliana haar eens komt bezoeken, zegt zij, recluse, het heilig sacrament is in de kerk niet bewaard, gelijk het in de andere kerken pleegt gedaan te worden. En het bleek ook waar te zijn. Een andere keer bevestigde Juliana haar dat het sacrament zowel voor als na de heilige mis in het tabernakel was. Ze riep haar toe, uw kerk is rijk geworden, het lichaam des Heren is er tegenwoordig. Om te tonen dat Juliana geloofwaardig was en ook door God begunstigd, volgen hier enkele gebeurtenissen. Toen Eva de recluse eens ziek was en ook beproefd werd door hevige bekoringen, bad Juliana voor haar. Eva wordt zowel genezen als ook bevrijd van haar beproevingen. Een andere zuster in het Begijnhof van Luik heeft last van erge hoofdpijnen. Zij legt de sluier van Juliana op haar hoofd en deze verdwijnt terstond. Juliana doet aan Hedwig, een andere kluizenares, veel voorzeggingen. Deze komen allemaal uit. Een voornaam persoon komt haar eens onder vragen over haar openbaringen. Deze krijgt niet anders te horen dan dat Juliana veel fouten heeft en zich plichtig voelt voor de zonden van het mensdom, omdat ze deze niet genoeg betreurt. Een van die openbaringen die ze lange tijd verborgen houdt, gaat over de maan. Een schitterende maan, zeg ik, verscheen haar, maar met een breuk iets als een donkere reet, een zwarte streep door haar ronde schijf.
Zij zag dat lange tijd verwonderd, niet wetend wat het betekende. Ze kon niet bidden of deze voorstelling kwam terug. Tevergeefs poogde ze haar aandacht ervan af te wenden. Het teken stond daar steeds als een tergende bekoring. Ze bad zelf en vroeg de gebeden van anderen om, zo zegde ze, van een lastige plagerij verlost te worden. Daar echter nog bedrijvigheid, nog gebed iets vermochten, begon ze zich af te vragen of dat visioen niet eerder een zinnebeeld was, te betrachten in plaats van af te wijzen, en ze bad God haar het mysterie te willen verklaren, indien er een betekenis aan gehecht was. Eindelijk openbaarde haar Christus dat de maan de tegenwoordige kerk betekende en de breuk of streep het uitblijven van een feest dat hij verlangde te zien vieren door de gelovigen. Het was zijn wil dat de instelling van het sacrament van zijn lichaam en bloed eenmaal in het jaar plechtiger en afzonderlijker zou herdacht worden dan op Witte Donderdag, wanneer de kerk zich met de voetwassing en de passie bezighoudt. Dat feest moest het geloof versterken dat op het einde van de eeuw nog verder zou verzwakken. Het moest dienen tot voortgang en zaligheid van de uitverkorenen. Wat op de gewone dagen door mindere devotie of nalatigheid achterbleef, moest door een plechtig herdenken van het Heilig Sacrament aangevuld worden. Juliana voelt zich niet voor deze taak opgewassen en ze wil die van zich afschuiven. Zij vraagt raad aan haar medezusters en aan geleerde priesters. Pas meer dan 20 jaar na het eerste verschijnen van de maan vertelt ze het aan Jan van Lausanne. Deze beraadt zich erover met andere grote theologen als Hugo van Sint Caro, prior van de Dominicanen in Luik, en 3 andere Dominicanen, en later met Jacob Pantaleon van Troyes, aartsdiaken van de Kempen. Allen verklaren dat er in de kerkelijke wet zich niets tegen verzet en zo'n feest integendeel de eer van God en het heil van de gelovigen grotelijks kan bevorderen. Zuster Sapientia sterft en Juliana wordt door de verpleegsters als nieuwe overste van de lazarij gekozen. Er waren 2 soorten vrouwen in de lazarij, die nog geen echt klooster was, goede en kwade. De goeden verheugden zich in het voorbeeld wat Juliana gaf en trachten haar na te volgen. De anderen lieten zich leiden door de geest van de wereld. Het leven van Juliana was hun een voortdurend verwijt voor hun lichtzinnig gedrag en dit gaat straks aanleiding geven tot jaloersheid en vervolging. Soms wordt Juliana gekweld door de duivel. De verpleegsters van Cornillon vertellen dat ze stoten en slagen in haar kamer horen. Op de godsdienstige feesten bracht ze de ganse nacht, of bijna, in overweging, gebed en bespiegelingen door. Als ze soms haar hoofd neerlegde op het oorkussen, kwam de boze geest dit wegrukken of deed haar bed onder zijn slagen daveren, alsof hij, nu ze niet bad, meer macht over haar bekwam. En als hij zag dat hij daarbij niets won, spoorde hij zijn trawanten aan haar door haat en laster te vervolgen. Juliana komt bij Eva en zegt haar:
Mijn lieve recluse, de helse geesten die mij tot hiertoe gekweld hebben, laten mij nu gerust. Maar de kwade geesten die de harten van enige mannen en vrouwen beheersen, zijn des te heviger. En over het sacrament vervolgt zij: ze spannen samen tegen de kerk van Christus en tegen hen die haar willen verheerlijken en bijzonder tegen mij. Onze lofwaardige prior, heer Godfried, zal in de loop van dit jaar ten hemel gaan. Een broeder van ons huis zal hem vervangen. Deze zal mij zodanig vervolgen dat ik Cornillon zal moeten verlaten. Een andere broeder, jong en deugdzaam, zal mij helpen de last der wederwaardigheden te dragen. Alles wat ik voor u kan doen, zal ik met de grootste vreugde verrichten. De gebeurtenissen verlopen zoals Juliana gezegd had. In het jaar 1238 sterft de goede prior Godfried. Een ander verkrijgt door Simonie het priorschap en deze slechte prior verkwist de goederen van de lazarij. Juliana verstopt op aanraden van godsdienstige personen en het een groot deel van haar medezusters de registers met de eigendomstukken van de lazarij voor de nieuwe slechte prior. De slechte prior is ten zeerste ontstemd daarover en ondertussen in 1240 komt er een nieuwe bisschop, wordt er een nieuwe bisschop in Luik aangesteld en dat is Robrecht van Torotte. De slechte prior hitst de burgers van Luik op. Hij vertelt hen dat Juliana veel geld aan de nieuwe bisschop heeft gegeven om een bepaald feest in te stellen. De burgers, zij hebben ook een gedeelte aanspraak op de lazarij, want deze is opgericht door de burgers van Luik voor hun melaatsen. En zo gaan die woedende burgers komen bestormen de lazarij en slaan alles kort en klein. Juliana moet vluchten. Zij vlucht met haar zusters naar de kluis van Eva, waar zij eventjes een veilig onderkomen vindt. De bisschop laat een onderzoek doen naar het gebeurde op de leproserij. Als dat is afgerond, komen ze erachter dat de boze prior, de slechte prior, heel veel geld verkwist. Een van de getuigen zegt zelfs, hij verkwist meer geld dan zijn lichaam zwaar is. De slechte prior wordt verbannen naar Huy. In 1242 mag Juliana terugkomen en wordt zij door de bisschop aangesteld opnieuw als priorin van de damesafdeling. Zij voert er de Augustijner kloosterregel in. Vanaf dan is het een klooster. Zij bidt en laat bidden dat het feest, sacramentsdag, tot stand mag komen en ingevoerd wordt. Zij gaat op bedevaart naar Keulen, naar de heilige Gerion en de heilige Ursula en de Maarten. En naar Tongeren, naar Onze Lieve Vrouw, en naar Sint Servaas in Maastricht. Het heeft resultaat, want bisschop Robrecht stelt in 1246 het feest Sacramentsdag
voor het bisdom leuk in met als doel het heilig sacrament dat dagelijks herdacht wordt meer speciaal en plechtiger eens in het jaar te vereren, de dwalingen van de ketterijen te bestrijden, de verwaarlozingen en tekortkomingen van gans het jaar te vergoeden en de gelovigen tot grotere devotie op te wekken. Maar kort na deze afkondiging sterft de bisschop. Na de dood van bisschop Robrecht heerst er chaos in Luik. De slechten profiteren ervan om de prior uit Huy, de slechte prior, terug te halen. En ondanks dat er een allernieuwe prior verkozen was in Luik, komt deze slechte prior terug. Juliana erkent echt enkel de echte prior, de nieuwe. Maar de slechten ondersteunen hem en proberen bij de aangestelde bisschop Hendrik van Gelder te bekomen dat deze de kant van hen kiest. Deze nieuwe bisschop is eerder om politieke redenen gekozen. Hij is tegelijk ook vorst, toen was de bisschop in de meeste bisdommen ook tegelijk vorst. Dus hij moest ook het bisdom, het territorium verdedigen. En deze was meer uit politieke overwegingen gekozen. En hij moet natuurlijk, om bisschop te zijn, moet je priester zijn. Hij is geen priester. Hij wordt tegen zijn zin priester en ook bisschop gewijd. En zo is de situatie op dat moment. De slechten hebben dus de bisschop aan hun kant en zij jutten opnieuw de Luikse burgers op om een einde te maken aan het priorinschap of aan de leproserij. Opgejutte Luikse burgers verwoesten de vrouwen leproserie. Als razende honden, zegt de schrijver, verwoesten zij het bedehuis om het onbewoonbaar te maken. Daarna werpen zij stenen en houtblokken in de vensters van de slaapzaal, waarbij een van de aanvallers zodanig gewond werd dat hij er gans zijn leven de gevolgen van bleef dragen. Al die tijd zat Juliana, als een andere Stephanus, geknield op de vloer van de zaal, biddend voor haar vijanden. Juliana en de haar getrouwe zusters zien de onhoudbare situatie in en vluchten naar Namen, waar ze in het Begijnhof een onderkomen vinden. De faam van haar heiligheid heeft zich al verspreid en de abdis van Salzin, Imana, nodigt haar en haar zusters uit bij hen in de abdij te komen wonen. In Salzin blijven zij geruime tijd en haar medezusters sterven er en worden begraven op het kerkhof van dit klooster. Juliana vraagt geen gebeden voor hen. Als de andere zusters zich daarover verbazen, antwoordt zij: een gewijde schrijver heeft gezegd dat men een heilige oneer aandoet met voor hem te bidden. Dit was genoeg voor de abdis Imana om te weten dat de gestorven zuster in de hemel was. Want ook kanunnik Jan van Lausanne had haar al gezegd: al wat ze u zeggen zal, moogt ge aannemen alsof het van Christus zelf kwam. Nooit komt er ook maar iets van klacht over haar vervolgers
uit haar mond. Zij voorziet ook de ramp die door de politieke ontwikkelingen over het klooster zal komen. Juliana gaat naar het klooster Vos. Zelzin wordt kort nadien aangevallen en verwoest en de zusters van Zelzin kunnen pas veel later hun klooster weer opbouwen. In Vos wordt Juliana alsmaar zieker en op de dag voor Pasen in het jaar 1258 vraagt zij: leid mij morgen naar de kerk om er een laatste vaarwel te zeggen, want ik zal niet meer terugkeren. Ze woont het officie en de mis bij, communiceert en blijft de ganse dag in aanbidding. Ze krijgt op dezelfde paasavond het laatste oliesel. De vrijdag daarop, 5 april, laat de abdis het sacrament brengen door een kanunnik. Deze zegt: Juliana, zie hier uw God, uw zaligmaker die voor u gestorven is. Vraag hem de vijand van de mensen van u te verjagen en u het eeuwig leven binnen te leiden. Zij antwoordt: God helpe mij en mevrouw abdis insgelijks. Daarop laat zij het hoofd zakken en geeft haar schone ziel aan God weer. Kardinaal Hugo van Sint-Caro, die ook in Luik vertoefd heeft, is legaat in het Duitse Rijk en hij stelt voor het feest van Sacramentsdag in te stellen. Enkele tijd later wordt Jacob Pantaleon van Troyes, die vroeger in Luik aartsdiaken was, tot paus verkozen onder de naam Urbanus IV. En hij stelt in het jaar 1264 in de bulle Transiturus het feest Sacramentsdag in voor de gehele katholieke kerk. Daarmee heeft de voorzienigheid haar doel bereikt. 2 jaar na de dood van Juliana wordt zij opgegraven en samen met 6 andere personen die in geur van heiligheid gestorven zijn, bijgezet achter het hoofdaltaar van de kerk van Villers. Hier rusten de reliquieën tot aan de beeldenstorm 1566. Daar wordt de reliquiekist door de beeldenstormers omvergegooid. Direct nadien worden de reliquieën die door elkaar geraakt zijn terug in een kist, in een andere kist geplaatst. Deze wordt verschoond. Er was een hele mooie marmeren kist gemaakt die goed kan gesloten worden. Gelukkig was er kort voor de beeldenstorm in het jaar 1564 een driewervelbeenderen door de bisschop van Kamerijk voor echt verklaard als van Juliana's reliquieën afkomstig, waren in het bezit gekomen van de koninklijke familie van Portugal via Margaretha van Parma en dan koning Antonius I van Portugal en zijn zoon Emmanuel worden die reliquieën geschonken aan het Cisterciënzerklooster in Antwerpen. In het jaar 1610 worden deze reliquieën, deze drie wervelbeenderen, opnieuw gecontroleerd door de bisschop Mireus van Antwerpen en verklaart ze opnieuw voor echt. Dat betekent
al de documentatie daarvan, van die reliquieën, van schenkingen, van dingen, van overgaven, zijn voorhanden. En hij kan die reliquieën terugvolgen tot de vorige verechtsverklaring van de bisschop van Kamerijk. Toen in 1797 de Franse revolutionairen in België de scepter zwaaiden, verdreven zij veel religieuzen en vernielden veel kloosters en heilige zaken. Ook de reliquieën in de abdijkerk van Villers gingen daarbij verloren. In Antwerpen werd het klooster van de Cistercijnen of Trappisten weliswaar opgeheven, maar de reliquieën werden bij andere mensen ondergebracht en zo gered. Nadien zijn ze naar de Sint-Andrieskerk gegaan. Van de Sint-Andrieskerk zijn op aanvraag bij de bouw van de kerken in Cornillon, Vos, Sint-Jean-Baptiste te Namen, in Salzin, Maritsou, de kathedraal te Luik en veel andere kerken en kloosters kleine stukjes reliquie gegaan. In Rethin, haar geboortedorp, is een kerk ter haar ere gebouwd. Ook onze kerk in de Hemelstraat in Antwerpen, die aan het Heilig Sacrament is toegewijd, daar is in het hoofdaltaar bij de kerkwijding een kleine reliquie van Juliana van Montcornillon ingemetseld. Dat ziet u aan de achterkant van het altaar op de oorkonde door de bisschop opgemaakt. In de Nederlanden was er in de middeleeuwen een grote devotie tot het Heilig Sacrament. Sint Franciscus getuigt daarvan op een bijeenkomst van zijn congregatie. Ik verkies de Frankische provincie, bedoeld wordt Brabant, waarin een katholiek volk woont, bijzonder omdat zij onder andere katholieken der Heilige Kerk grote eer betuigen aan Christus' lichaam, wat mij zeer aangenaam is. Daarom zal ik gaarne met hen omgaan. In het jaar 1869 wordt Juliana van Montcornillon door Paus Pius IX heilig verklaard. We hebben juist gehoord dat onze voorouders een grote verering tot het Heilig Sacrament hadden. Laat ons hun voorbeeld navolgen. Voor onze jaarlijkse sacramentsprocessie bidden wij een voorbereidingsgebed, een noveen tot de heilige Juliana van Montcornillon, en ik wil jullie deze nu ook graag voorstellen. Wij bidden die ook als dankzegging voor haar feestdag op 7 augustus in bisdom Antwerpen. Ik nodig jullie uit om dit mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, grootheid van de ootmoedigen, gij die de zalige maagd Juliana op wonderbare wijze hebt ontvlamd om de eredienst van het Allerheilige Sacrament te bevorderen. Geef ons, vragen wij, het spoor van haar nederigheid zo te volgen op aarde, dat wij met haar gekroond mogen worden in de hemel, door Christus onze Heer. Amen. Heilige Juliana van Montcornillon, bid voor ons.